Maar het gaat hard hoor. Ik kom hier 2 of 3 keer in de week. Als je ziet wat ze in een paar dagen tijd nu doen, dat afbouwen, dat gaat echt super snel. We lopen nu de publiekshal in. Hier zullen we ons straks melden als bezoeker en als burger. Er staat hier een heel groot receptiemeubel waar je naartoe kan. En als je naar voren kijkt, dan zie je het atrium. Op deze 2 verdiepingen speelt het ambtelijke apparaat zeg maar, een belangrijke rol. En op de begane grond zijn de balies van publiekszaken en de sociale dienst. En als je goed kijkt, zie je al dat ze de vingerafdrukken van het kunstproject van Loes en Antje aan het ophangen zijn. Die 2300 vingerafdrukken komen hier in deze hal. Ze komen in het hofje van de burgemeester en aan de voorzijde te hangen. Het nieuwe stadhuiskwartier in Deventer nadert zijn voltooiing. Zo'n 2 jaar geleden begon de bouw van het ruim 65 miljoen euro kostende bouwwerk. Het voortraject verliep niet bepaald zonder slag of stoot. Tweede verdieping. Tot 2 maal toe struikelde een college over het nieuwe stadhuis. Pas op waar je loopt. Het complex had nu klaar moeten zijn, maar dat wordt pas eind dit jaar. Of we nou hier staan of aan de overkant van het atrium, hier komen bureaus te staan. Het zijn kantoortuinen, dus het zijn geen aparte kamers meer. Dus we gaan ook flex werken. Dat betekent dat meerdere mensen van hetzelfde bureau gebruik gaan maken. Eigenlijk is het steeds hetzelfde stramien. We hebben op elke gang zeg maar, hebben 2 van dit soort plekken en daaromheen zijn de werkplekken gemaakt. Zodat je dit ziet, hier komen gewoon bureaus te staan op een bepaalde manier neergezet. Het is zoals je ziet heel licht en heel hoog. Dit wordt een hele fijne werkplek. Nou, het is bedoeld voor ongeveer 800 medewerkers, verdeeld over 600 werkplekken en ongeveer 15.000 vierkante meter bruto vloeroppervlak. Daar komt het op uit. De ambtenaren zitten nu in het zogenoemde kassagebouw bij het station of andere panden in de binnenstad. Vanaf december samen in het nieuwe duurzame stadhuis. Je ziet bijvoorbeeld dat wij om en om zinken daken hebben en weer een plat dak. Op die platte daken die je daar ziet, daar komt sedum op te liggen. Dat is een duurzaamheidsmaatregel. En dat zink, dat hebben we gebruikt van het oude stadskantoor. Het zink wat daar op het dak lag, hebben we bewaard en hergebruikt om de daken van het nieuwe stadhuis te maken. De oud en de nieuwbouw die mooi in elkaar overloopt. Dat is ook de grootste opdracht eigenlijk geweest voor de architect om de oudbouw en de nieuwbouw te verbinden. En ik denk dat hij daar heel goed in geslaagd is. In totaal kost het nieuwe stadhuis dus ruim 65 miljoen euro. Veel Deventenaren vonden dat vooraf veel te duur. Er zullen altijd mensen blijven die het niet mee eens zijn geweest. Maar wat ik altijd probeer uit te leggen is, zie het als dat je voor jezelf een huis koopt en een hypotheek afsluit. Dan weet je dat je meestal in de maandlasten goedkoper uit bent dan wanneer je huurt. Dat is bij ons ook zo. Wij huren heel veel panden. Straks hoeft dat niet meer. Dit is gewoon een hypotheek. Het is een lening geweest, het hele bouwbudget. En straks hebben we gewoon per maand minder lasten dan dat we nu hebben. Het nieuwe stadhuis van Deventer opent waarschijnlijk eind dit jaar.